Op een besneeuwde hertgang speelde PSV onder 19 tegen FC Utrecht onder 19. En dat deed het met deze 11 namen, waaronder dus Van de Meulhof op doel. In de spits, daar zien we Joël Pirou en op de zijkanten Cody Gakpo en Lennart Daniels. En dit is Geert Brusselers, de trainer van PSV onder 19, nog wel. Want afgelopen week werd bekend dat hij weggaat na dit seizoen bij PSV. En dus zal hij en zijn team er alles aan doen. Om misschien wel proberen het kampioenschap binnen te slepen voor PSV onder 19. Maar dan moet er eerst gewonnen worden, te beginnen met FC Utrecht. En dit is een prachtig doelpunt na 5 minuten van Cody Gakpo. Die aanval die er aan vooraf ging. Via vele schijven. Uiteindelijk dus Gakpo bij de eerste paal. Jordi Haneveld, de keeper van Utrecht, verschalkt. En zo meteen in die openingsfase laat PSV onder 19 zien dat het er is. PSV speelt nu haar derde wedstrijd in de kampioenspool. De eerste twee werden gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. 4 punten dus voor PSV. En de FC Utrecht, die hier voor de eerste keer gevaarlijk worden in deze wedstrijd. Zij hebben na 1 wedstrijd 0 punten. De eerste wedstrijd werd met 2-0 verloren. Dit is de enige wedstrijd die doorging in deze speelronde. De rest werd allemaal afgelast door de sneeuwval. Op de hertgang wordt er gewoon gespeeld. En dit is een prima schot van Armando Obispo. Staat bekend ook om zijn goede schot. En liet dat hier even zien. Maar Haneveld nu dus wel ontzettend scherp. In de tweede helft wat wissels. Waaronder deze Joey Konings. En wederom 5 minuten gespeeld. En wederom een doelpunt dus voor PSV onder 19. Zorgt zelf voor die kaats. Lonwijk die geeft hem dan precies op maat. En hoeft Joey Konings alleen maar uit te halen. 2-0. Een goede voorsprong voor PSV dat weinig te duchten heeft van FC Utrecht. Maar het wil alleen maar meer. Hier Fernandes op de lat. Dan Lonwijk, die heeft iets moois in gedachten. Dat scheelt helemaal niet zoveel. Deze aanval had eigenlijk wel iets meer verdiend. Was het niet voor Lonwijk, dan was het wel voor Leandro Fernandes. En wat er nu gaat gebeuren, dat gebeurde eigenlijk heel de tweede helft. Die bal naar Jordan Thees aan de zijkant en dan voorgeven. En hier is het Joël Pirou net niet. Had een beetje pech in de afronding. En hier zien we nog wat mooie beelden van de hertgang op het moment van de wedstrijd. Daar dus alles helemaal wit. Maar dat was op het veld waar PSV 119 speelde niet van te merken. Dan een invaller, Sekou Sidibé. Had die bal eigenlijk op Joël Pirou moeten geven. Gaat zelf recht op de handen van Jordi Haneveld. Is een beetje boos op zichzelf. Had misschien wel tot 2 keer toe om zich heen moeten kijken. Maar het blijft dus 2-0. PSV oppermachtig in deze wedstrijd. Utrecht heeft niets in te brengen. En dus gaat deze wedstrijd een reguliere overwinning worden voor PSV. Want hier is het eindsignaal van de heer De Vink. En is hij, Armando Obispo, de aanvoerder, samen met zijn jongens 3 punten binnengehaald. PSV wint met 2-0 van FC Utrecht.